is Langstraat TV. Uw regio in beeld en geluid. De naam van het koor? 20-something. Ik telde net 11 rode neuzen. Kun je je beter niet zo noemen? De 11 rode neuzen? Ja. Nee, bij ons past echt de levensfase 30ers dilemma. Ja. Oftewel in het Engels 20-something. Ja. En rode neuzen hebben we alleen nu even. Dus. Wat doen jullie normaal? Is het regulier optreden of is het zo voor de hobby? Wij treden op voor onze hobby, omdat we het heel erg leuk vinden om te zingen. Ja. Ja. Dus een heel veel leuke liedjes zingen we samen met een groep, met een hele leuke groep. En ja, we treden regelmatig op. Mark, u bent vanavond met hoeveel ganzen hier? We zijn de 13 Toulouse ganzen zijn we op pad vandaag. Ja. Ze luisteren goed naar jullie als de trom gaat? Ja, dat moet wel, hè, want anders kunnen we niet door deze gezellige drukte heen lopen. Want we moeten en de mensen en de honden en de dieren in de gaten houden. Van welke leeftijd kunt u ze onderrichten, heet dat, hè? Eigenlijk doen we dat gelijk al als ze uit het ei komen. Dan zitten ze bij mij binnen, thuis, in de huiskamer. En dan kijken we samen tv, liggen ze lekker bij mij te slapen. Ja? En dan beginnen we eigenlijk al een beetje met het opvoeden, trainen. Want dan leren ze eigenlijk al gewoon gezellig met me meelopen. Ja. En dan als ze ongeveer een maand of 6, 7 zijn, dan gaan ze voor het eerst met de groep mee. Ja. En elke keer eentje, zodat hij went aan de groep en aan het feit dat we gewoon lekker door de stad heen wandelen.
zus, je had het er net over, die vent van je zit in de kroeg. In de kolenbak, ja, dat klopt. Ja? Ja. En dan had je het erover dat je al 27 jong had. Is die soms iemand aan het zoeken voor de 28ste? Nee, want die mag die wel bij mij, hoor. Ja? Jawel, jawel, jawel. Hij is wel trouw, maar ze hopen dat hij kan, niet normaal. Heb je wel een drukke tijd achter de rug gehad? Ja, zeker, maar dat heb ik nog steeds wel, meneer. Want de jongsten zijn net geboren, hè. Er zijn nog babytjes, dus... En ik ga ook niet verder, hoor, tot de 28ste geboren wordt. Mevrouw Hanne van Aert, u bent burgemeester van de gemeente Loonig, Zand, Kaatsheuvel en de Moer. U bent de jongste burgemeester, maar ook dicht bij uw kindertijd. Heb u daar herinneringen aan? Ja, en kerst is altijd wel de tijd geweest dat we met familie en met vrienden samen zijn. En echt inderdaad de zelfgemaakte hamkaaskroissantjes, de pastijtjes met ragu, konijn met cranberrysaus en de top 2000 uiteraard aan. Ja. Heb u nog tijd om met uw partner een rustige kerstdag te vieren? Ja, zeker. Ik heb na de laatste raadsvergadering 21 december heb ik 2 weken vakantie. En dan gaan we in ieder geval de kerstdagen doorbrengen met veel familie en vrienden. Om daar ook echt tijd voor te hebben. En lekker met z'n allen samen te eten en veel gezelligheid. En daarna heb ik ook zeker met mijn vriend Bob nog een paar dagen de tijd om even samen te ontspannen. Mag ik u en het voltallig college namens het bestuur en medewerkers van Langstraat Media fijne kerstdagen toewensen. Een mooi 2018 en dat u verlost mag blijven van onprettige dingen. Ja, hartstikke fijn. Dank u wel. En voor u natuurlijk en al uw dierbaren insgelijks goede feestdagen en een heel goed 2018.